Hey jongens, je bent weer Dennis, a.k.a. Danske. En vandaag hebben we jullie weer het Call of the Ghost gameplay. En vandaag is met de AK-12 op Warhawk. En op mijn AK-12 heb ik een Silencer en Extended Mag zitten. En verder rest een stapel perks waar ik het zo meteen nog over ga hebben. Want in deze video wil ik het met jullie hebben over de perfecte perk loadout samenstellen. En ik heb gemerkt dat heel veel mensen gewoon niet weten wat voor perks ze moeten gebruiken. En op het moment heb ik gewoon een perk loadout gevonden. Die ik eigenlijk voor dan op elke klas gebruik. En dat is gewoon de ideale perk loadout als je het mij vraagt. En persoonlijk vind ik ook, als jij een wapen samenstelt en je kijkt naar perks, dan moet je kijken waarom gebruik ik perks. Je gebruikt perks om juist een voordeel te krijgen op jouw enemy. Dus jij moet gewoon voordeel hebben bij gunfights. En als jij voordeel wil hebben bij gunfights, dan moet je denken aan dingen zoals dat jij sneller kan aimen. Jij kunt sneller schieten en al dat soort dingen. Dan heb je gewoon voordeel en dan kun je 99% van de tijd gewoon de gunfight winnen omdat je sneller bent dan de enemy. En dat is ook wat je in je hoofd moet houden wanneer jij een klas samenstelt. En dus vooral ook bij de perks. Dus in deze video ga ik met jullie hebben over de klas die ik gebruik. Maar dus ook over de perks. Maar het is belangrijk om te weten welke klas ik gebruik. Want er zijn bepaalde dingen die jij weg moet laten. Waardoor je meer perks kan gebruiken. Dus ik noem gewoon even mijn volledige klas op. En mocht jullie hem graag na willen maken, dan kan dat altijd. En hier krijg ik trouwens een fucking nice triple kill. En het houdt niet op, ik krijg hier laatst, of ja, uiteindelijk nog een mooie kill. Jammer dat het niet iets sneller achter elkaar ging, want het was echt een quad kill. Maar dat was niet het geval. Maar in ieder geval, wat ik dus al zei, ik begin gewoon met mijn complete klas op te noemen. Als goed is, zie je het waarschijnlijk ook in de video. Ik zal het er in ieder geval in editen voor jullie. Zodat je het ook kunnen zien, dat is iets makkelijker namaken. Als je hem na wil maken natuurlijk, het hoeft niet. Maar het is een mogelijkheid. Dus ik raad jullie gewoon aan om het gewoon eens te proberen. En ja, mocht het fijn zijn, dan is het altijd goed. Mocht het niet fijn zijn, ja, dan ga je gewoon weer terug naar je oude loadout. Dus als eerste, zoals ik al zei, ik speel dus met een AK-12 met Extended Mags en een Silencer. En ik heb een Silencer omdat ik in een game van Infinity Ward Silencers altijd veel beter vind dan in games van Treyarch. En ik weet niet wat dat precies is, het speelt gewoon enorm fijn. En het is gewoon niet echt uit te leggen, het is gewoon als je speelt, dan merk je het. Het speelt gewoon lekker. En het belangrijkste natuurlijk, je bent altijd onzichtbaar op de minimap. En dat is iets wat gewoon een groot voordeel heeft. Als jij onzichtbaar bent op de minimap, kunnen enemies jou niet zo snel zien. En zullen ze jou ook niet snel opwachten. En dat is iets wat heel belangrijk is. Wanneer enemies jou opwachten omdat ze jou gezien hebben op de kaart, kun je eigenlijk nooit meer winnen. Als iemand gewoon staat te headglitchen, dan wint hij 99% van de tijd, zal hij gewoon voor jou de gunfight winnen. Omdat je bent in het spel sowieso in 2 kills dood. Dus als iemand gewoon al staat te aimen en weet dat je eraan komt, dan wint hij gewoon. En als je een Silencer hebt, weten mensen dat niet zo snel. En zo kun je dus gunfights winnen. Dat is vrij logisch. Verder rest gebruik ik Extended Mags. En ja, dit is eigenlijk ook weer vanzelfsprekend. Extended Mags zorgt voor meer ammo. En ik hou er gewoon van om meer ammo te hebben. Ik zou niet graag hebben dat ik voor een enemy sta en dat mijn wapen leeg is. Dus dat is gewoon 1 reden waarom ik dus Extended Mags run. En verder rest is het ook zo. Ik heb alle andere attachments bekeken. En er zijn heel veel attachments waarbij je moet denken aan scopes en red dots en al dat soort onzin. En persoonlijk ben ik daar geen fan van. Ik vind zulke dingen totaal niet helpen. En daarom gebruik ik ze ook nooit. Ik vind de iron sights van het wapen perfect. Dus ik raad je ook echt niet aan om hier gewoon een scope op te zetten of een red dot. En verder rest heb je ook de grip. En grip heb ik een tijdje geprobeerd en ik merk helemaal geen verschil. Dus ik vind dat ook niet echt een nuttige attachment. Dus persoonlijk gebruik ik Extended Mags en een silencer. En vervolgens komen we dus aan op mijn perks. En dan zul je misschien zeggen, wat, je slaat wat over. En het komt, ik sla dus... de tacticals en de lethals en de secondaries over. En dat komt omdat ik die dingen niet gebruik. En dat is belangrijk om te weten. Als jij geen tactical, geen lethal en geen secondary gebruikt, dan kun je extra punten krijgen om die te besteden aan je perks. Dus tactical, lethals, dat zijn stunts en frag grenades en zo, al dat soort dingen. En secondary is dus gewoon een pistooltje waar je erbij kan pakken. Als je die dingen dus wegdoet, krijg je extra punten die je kunt besteden aan perks. En persoonlijk, perks zijn vele malen beter dan een extra pistooltje. Of misschien een keer een granaat die je eens in de 3 rondes zou gooien ofzo. Want je gooit niet constant een granaat. En perks zul je gewoon vele malen meer helpen dan misschien dat ene keertje dat je dat pistooltje nodig hebt. En die granaat. Dus mijn volledige perk setup, daar begin ik nou mee. Als het goed is kun je die dus nou in de video zien. Maar als eerste... Als eerste heb ik dus Ready Up. En Ready Up zorgt ervoor dat jij, wanneer je aan het rennen bent, dat je zo snel mogelijk kan schieten na het rennen. Dus mocht er ineens een enemy voor je neus staan, dan kun je gewoon super snel schieten. En als je dat niet hebt, dan duurt dat iets langer, waardoor jij dus gewoon traag bent. En wanneer je het dus wel gebruikt, kun je dus sneller schieten na het rennen. Dus mocht je van jezelf weten dat jij een vrij agressieve speler bent, dan is dit echt een enorm belangrijke perk om te gebruiken. En zeker een aanrader om eens te proberen. En de verdere rest de perk is maar 1 punt, of kost maar 1 punt.
Dus dit is sowieso een heel goedkope perk. En gewoon eens proberen. Vervolgens heb ik Stalker. En Stalker is iets wat ik persoonlijk moet gebruiken. En dat komt... Ik heb in voorgaande Call of Duty ook al met Stalker gespeeld. En met Stok in Black Ops 2. En dat is allemaal ongeveer hetzelfde. Stalker zorgt ervoor dat jij tijdens het aimen nog sneller kan bewegen. Dus je kan sneller lopen tijdens het aimen. En bij assault rifles ben je redelijk traag als jij aimt. En daardoor is het belangrijk, mocht jij assault rifles gebruiken, om Stalker te proberen. En mocht jij nooit Stalker gebruikt hebben of Stok, dan zou het niet gelijk nodig zijn. Maar als je dat altijd gebruikt, dan kun je echt niet meer zonder. Dus ik zou het ook gewoon aanraden om eens een keertje te proberen. En vervolgens heb ik Quick Draw en dat spreekt eigenlijk redelijk voor zich. Je kunt sneller aimen. En sneller aimen is altijd goed. Vooral als je echt gewoon een simpele 1 tegen 1 gunfight hebt. Aim je sneller, dan kun je gewoon sneller killen. Simpel zat. Tenzij die andere enemy misschien jou met heel veel geluk hipfight. Dat kan altijd gebeuren natuurlijk. Maar over het algemeen ben je gewoon beter af als jij kan aimen. En als je sneller kan aimen, dan ben je sneller dan de andere enemy natuurlijk. En dan kun je ze dus sneller killen. Ook allemaal lekker logisch. Vervolgens heb ik Focus. En Focus is ook een enorm handige perk. En Focus dat zorgt ervoor dat wanneer jij gehit wordt, gaat jouw wapen niet zoveel omhoog. Dus jij kunt beter op jouw target blijven. Dus als jij bijvoorbeeld op enemy aan het schieten bent en je zou jou snipen. En dan krijgt een hitmark bijvoorbeeld. Dan gaat je wapen echt gewoon meters omhoog. Dan kun je meestal helemaal niks meer terug doen. En dat is gewoon fucked up. En wanneer jij dus een Focus kiest, dan blijft jouw wapen redelijk op jouw target hangen. Waardoor jij gewoon die enemy af kan schieten zonder dat je echt veel problemen hebt. En het is ook gewoon iets wat heel handig is en wat jou ook heel vaak helpt om gunfights te winnen. En zoals ik ook al eerder in de video zei, deze class is voor het grootste gedeelte gewoon gebaseerd op gunfights winnen. Dus alles eraan te doen om gewoon beter, sneller en sterker te zijn dan jouw enemy. En dat is ook iets wat eigenlijk het belangrijkste is in heel deze game. Dat draait heel deze game om. En als laatste heb ik trouwens nog Fully Loaded. En Fully Loaded zorgt ervoor dat jij begint met maximaal aantal ammo. En dat vind ik persoonlijk altijd enorm handig, want ik heb gewoon heel vaak dat ik zonder ammo zit. En zonder ammo zitten is niet fijn. Bij de rest heb je ook Scavenger, maar persoonlijk vind ik Scavenger net wat minder dan Fully Loaded. Dus bij Scavenger moet je echt op de enemies afgaan om hun ammo op te pakken. En bij Fully Loaded heb je het van begin af aan al. Dus in ieder geval, dit is eigenlijk mijn perk loadout die ik standaard gebruik als ik een class aanmaak. Vervolgens ga ik dingen aanpassen, dus mocht ik een sniper gebruiken, dan haal ik bijvoorbeeld wat dingen eraf. En dan voeg ik bijvoorbeeld een secondary toe. Als ik bijvoorbeeld Search and Rescue speel, dan haal ik bijvoorbeeld Fully Loaded af. Dan zet ik Dead Silence op. Zulke dingetjes, die switch ik zo nu en dan wel. Maar over het algemeen is dit mijn starters perk loadout eigenlijk. En persoonlijk denk ik dat dit een enorm goede loadout is. En ik denk dat dit ook gewoon een loadout is die voor het grootste gedeelte gebaseerd is om op gunfights gewoon te kunnen winnen. En ik hoop in ieder geval dat jullie de video leuk vonden. Als jullie de video leuk vonden, help alsjeblieft deze video naar de 500 likes toe. Want ik merk gewoon dat sinds de release van Call of the Ghost droppen de likes echt insane. Ik krijg bijna niet eens 300 likes meer. En over het algemeen boeien likes mij niet. Dat heb ik al vaak gezegd. Maar het gaat gewoon om het feit dat het niet lukt. En ik vind dat raar. En dan begin ik ook te denken van, is de fout bij mij? Of is het gewoon dat jullie lui zijn en niet willen liken? Dus als de fout bij mij is, zeg eventjes wat ik kan doen. Hebben jullie leuke ideeën? Want ik heb het idee dat mensen Call of the Ghost niet zo leuk vinden om te kijken. Dus dat kan natuurlijk ook zijn. Of mijn video's zijn gewoon niet meer zo leuk als ze waren. Dus laat alsjeblieft even achter in de comments. En als je hem echt leuk vond of je hebt er iets aan, geef gewoon een like. Het is misschien net 1 seconde dat je op die knop moet drukken. Dus het is iets van niks. En het helpt mij in ieder geval toch enorm met groeien. Dus in ieder geval, dit was de video. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Als je hem leuk vond, laat eens een like achter. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Houdoe.